bejaardencentrum Tolstegen in Utrecht sterven 5 mensen na een kerstdineetje met een garnalencocktail. Ze zijn de eersten van in totaal 14 doden. Tientallen mensen voelen zich ziek. In Den Haag wordt een crisiscentrum ingericht. Artsen worden ingelicht over de ziekteverschijnselen. Een partij ingevoerde garnalen blijkt de oorzaak van de vergiftiging te zijn. Garnalen gevangen in Aziatische wateren, maar hier bekend als Noorse garnalen. Ze zijn besmet met de tropische Shigella-bacterie. Bij een importeur in Volendam wordt 17 ton in beslag genomen. Het laboratoriumonderzoek levert niets op. De klacht tegen het bedrijf wordt ingetrokken. Nou, ik vind het enorm jammer dat dit gebeurd is natuurlijk, want het is voor ons een enorme strop. We hebben altijd leuk verkocht in die garnalen. De mensen die komen er niet meer voor, klaar. Ik heb vandaag misschien 3 kilo van die groenlandse verkocht en anders 30. Pas in september zou er een garnalenbesluit komen. Landen die garnalen uitvoeren, moeten een kwaliteitsbewijs meegeven. En thuispellen mag alleen met een speciale vergunning. Garnalenhandel heeft zich gedeeltelijk hersteld. Bij ons ligt de verkoop op het ogenblik op 80%. Hoewel dit wel een misschien iets vertekend beeld is. Want wat ik er van collega's en kennis van hoor, ligt het landelijk toch wel iets lager percentage.